Medewerkers van het Nationaal Vervoerbedrijf, NVB, zijn sinds gisteren in staking. De actie heeft te maken met de niet volledig en met terugwerkende kracht uitbetaalde lumpsum en koerscompensatie. Vanwege de actie komt de dienstverlening naar het publiek toe in gedrang. Het personeel dat staakt bestaat uit onder andere controleurs en administratief medewerkers. Raymond Fort, voorzitter van de personeelsbond, zegt dat er eerder dit jaar met de directie is overeengekomen om de TWK-gelden over te maken naar het personeel. Het geld zou in 3 tranches worden uitbetaald. Echter heeft het personeel tot nu toe slechts de eerste tranche ontvangen, zegt Fort. Het is nu wachten op bericht van de directie over wanneer de andere tranches in orde komen. Gisteravond hebben we voor het laatst gesproken met de directie en de RVC, de voorzitter van de RVC. We zijn niet eruit gekomen. Daarna heb ik een gesprek gehad met een van de leden van de vaste commissie in de Nationale Assemblée. Hij zou terugkoppelen, maar tot nu toe heb ik geen bericht. Er is geen controle. Afdeling zorgvervoer hebben we laten rijden op de gehandicapten en zieken tegemoet te komen. Maar de mensen aan de Heilige Weg, Mungo, Nikeri, die werken niet. Tenslotte, ik ben de voorzitter van de bond. Hoe ziet de situatie nu? Hoe ziet het volgende traject eruit precies? Kijk, we hebben ons gehouden aan onze afspraken. Ik heb zoveel wegen bewandeld om niet tot dit moment te komen. We hebben gezegd, als men niet betaalt, gaan we naar de rechter. En dan gebeurde, er kwam geen schot in de zaak. Toen hebben de leden gezegd dat ze niet meer gaan luisteren naar het bestuur. Als wij geen hardere acties ondernemen. En dit heeft ons... Dat is nu het resultaat van het wachten en dan proberen tot een vergelijking te komen. Aldus Raymond Fort, voorzitter van de personeelsbond bij het Nationaal Vervoerbedrijf. De medewerkers zijn sinds gisteren in staking. De actie heeft te maken met de niet volledig en met terugwerkende kracht uitbetaalde lumpsum en koerscompensatie.